Dames, heren, jongens, meisjes, welkom bij vandaag een gloednieuwe video en ja. Vandaag heb ik wat moois voor jullie. En dan zou je denken, oh Koen, je gaat iemand roasten. Nee, de volgende video maak je geen zorgen. Dan gaat er waarschijnlijk weer heerlijk geroast worden. Ik heb alweer een knaller klaarstaan. Maar terwijl ik daarmee bezig was, zat ik een beetje te scrollen op TikTok. En dan kwam er iets tegen en dat was echt niet normaal. Ik wil jullie iets laten zien. Ik kwam deze video tegen. Een soort filter van mij met overduidelijk mijn haar geëdit. Mijn haar is overduidelijk meer oranje gemaakt. Voor iedereen die gaat zeggen, je haar is niet meer oranje, gaat overduidelijk wel. Het is overduidelijk veel meer oranje gemaakt. En mijn baard en snor ook. Ik klikte op dat effect, want ik dacht, nou, weet je, ik ben benieuwd. En toen zag ik staan, 2445 video's gemaakt met dit effect. En ik zat te denken, ik zweer je, ik zat te graven in mijn hoofd. Ik zat te graven en te graven. Ik zag allemaal dingen voorbij komen. Allemaal cursusverkopers. Van nachtmerries. Ah, al die cursussen kopen. Nee, natuurlijk niet. Hey, trouwens, even toch iets over cursussen. Vanaf 1 mei mag je als zo'n klote cursusverkopertje niet meer je cursus kopen met stapbudget. Wat ik helemaal terecht vind, ik wilde eigenlijk naar de overheid toestappen en zeggen, luister vrienden, met overheid geld worden al die paupercursussen gekocht. Daar betaal ik voor. En waarschijnlijk jij ook eens deze video kijkt. Tenzij ze niet werkt. Dan niet. Als je wel werkt, dan betaal jij dus aan die cursusverkopers in die rek. Omdat die zitten te zeggen, gebruik dat overheidsgeld om mijn cursus te kopen. Maar vanaf 1 mei komt daar verandering in. En daar ben ik echt heel erg blij mee. Al zegt Nick op hij, zoals jullie weten, van luister, mensen willen mij niet goed zien. Yo. Oh mijn god. Hij heeft iets geplaatst. Wat vind je van de video van Koen? Eerlijk gezegd, vond ik het wel een grappige video. Ga vooral zo door. Hey Nick, dankjewel. Ga ik doen. Mensen genieten ervan als andere mensen geroost worden. Dus dat is slim om zulke video's te maken. Snap wel dat die views wil pakken op mij. Nou, ik wil niet per se views pakken op jou, maar het is meer omdat je, zeg maar, cursussen verkoopt. Jouw hoofd, wat, zeg maar, het omhulsel wat om de cursusverkoper heen zit, maakt mij niet heel veel uit. Dan komt het mij wel goed uit, aangezien je op zich wel makkelijk over de praten target bent. Laten we het daarop houden, laten we het daarop houden, laten we het daarop houden. Dat het dus een stuk minder leuk was geweest als je wel je baas gewoon afgemaakt. Maar goed, ik krijg alleen maar DM's van mensen die achter mij staan en hem een clown vinden. Nou, dit moet wel cap zijn. Dit kan niet waar zijn. Dat hij alleen maar DM's krijgt. Dat kan niet waar zijn. Je hebt hier zoveel comments verwijderd. Ik heb hier allemaal comments die staan op die laatste foto van hem. Met crypto Proyal. Maar nog wel, yo man, zit je nou 5 of 3 of 6 of 4 jaar in de markt? Je professional management ideologie. Even kijken, de eerste comment is dus een meme. Tweede, een meme. Derde, tagt iemand mij. Vierde, is een soort uitleg. En daarna, nee precies, we gokken niet, we investeren. Ook een meme. 5, waar kan ik cursus kopen, is ook een meme. 6, It's Glenn is geen meme. Juist ja. Dan een check DM. Dan came across op een bot. Dan een meme. En dan iemand die Kai van Koten doet. En iemand doet zo'n cursus wil ik voor een verjaardag. Ook een meme. Oké. 1 niet meme reactie. Maar alleen maar DM's van mensen die achter mij staan. Hoe kan je achter... Er gaat niemand... Wie staat er achter jou? Waarom zou iemand achter jou gaan staan? What the fuck? Ik neem het niet persoonlijk. Want weet ik alles goed voor elkaar heb. En dat mijn bedrijf Proyals goed loopt. En mensen die coach weten dat alles goed zit. Ja, stel even, je hebt die cursus gekocht. Voor 1300 euro was het volgens mij. En dan komt die video van mij online. Denk je ook van, fuck ouwe, ik ben genaaid. Zo hard genaaid, man. Over de reviews. Oh, sorry. Over de reviews had hij gelijk. Had al een jaar mijn site niet meer aangepast. Snel maar even Trustpilot review op mijn website zetten. Zodat iedereen kan zien dat ik daadwerkelijk mensen coach. En crypto een lijp verdienmodel is. En dan daaronder zien Koen betrapt op het dragen van dure neppe Rolex. Jongens, ik ben koud hard exposed. Ik ben koud hard exposed met dat ik een neppe Rolex heb. Ik ben echt het type die dat zou doen. Maar goed, terug naar het doel van deze video. Mensen, zijn je trouwens niet geabonneerd? Doe het zeker. Neem een lekker abonnementje. Abonnementjes zijn helemaal gratis. Je hoeft niks te betalen voor een abonnementje. Ik kan gewoon abonneren. Het is gratis. Heb ik nog dingen om te promoten? Download de nieuwe Kaasje app. Nou ja, de nieuwe update. Er is nu een slijmwereld. Wil je een slijmwereld spelen in Kaasje? Download hem in de Google Play Store of in de App Store. Ga lekker spelen. Op ikwildegoed.nl verkopen we nu ook Steam kaarten. Speel jij op Steam, ga naar ikwildegoed.nl. Voor al je andere tegoedkaarten ga ook naar ikwildegoed. Oké, we kunnen door. Waar ik dus achter kwam is dat de laatste tijd zijn er dus een paar Nederlanders die dit filter hebben gebruikt. Die zijn op een manier achterkomen dat dit bestond. Ik had het nog nooit gezien. Terwijl er wel 500 video's over waren gemaakt. Ik dacht, hoe kan dat nou? Wat dus blijkt, dit was blijkbaar een enorme trend in de Filipijnen en in Rusland. What the fuck? TikTok heeft een nieuw algoritme. Als jouw video 7 seconden duurt, precies 7 seconden, dan word je dus heel vaak bekeken. En ik ga het nu voor jullie testen in deze video. Nou, werkt goed. Oh, iemand heb ik net gereageerd. Het werkt dus niet. Ja,
dit is een soort van filters, dat je dan meerdere filters doet en dan zit mijn hoofd er ook bij. Omdat het dus gewoon een filter was dat op een gegeven moment heel veel mensen gebruikte. Ik snap er geen reden. Ik snap niet wat dit betekent. Ik snap niet wat hier staat. Besje moknen era shibliyalni inya. Het is zo raar, het is zo vreemd. Het is zo raar dat die mensen mijn hoofd gebruiken. Музыка одне, танец друге, помпони кудись летять. Dus die Dying Deceit verdekken. Het wordt gewoon gebruikt als een filter om je gezicht te bedekken. Dat betekent eigenlijk dat ik heel knap ben. Toch? Want, ja. Het is zo raar, want dit is een leeg vlak. En dit is ook een leeg vlak om je gezicht te bedekken. Dat snap ik. En dit is zwart, snap ik ook. En paars, snap ik ook. En nog een keer paars, snap ik ook. En een masker, snap ik ook. En dan mijn hoofd. Het is zo random. Ik snap er helemaal niks van. Ik snap er gewoon helemaal niks van. Wat is dit? Oh mijn god. Dit is toch... Je moet even voorstellen hoe raar het is dat je ineens je hoofd ziet op random mensen die, als het Nederlanders zijn, oké, okay, die weten wie ik ben. Deze mensen hebben geen flauw idee wie ik ben. Ze hebben echt geen idee. When I see you again. Doze, wat kijk ik naar? Wat is dit? When I see you again. Zo zeker is je zo vriend, maar waarom bestaat dit? Maar dit is toch ongekend waar ik hier nu aan het kijken naar ben? Wat gebeurt hier allemaal? Waarom zit hij zo voorover gebukt? En waarom staat die ander op het bed? We zitten in een ziekenhuis. Oké. Dit is zo random. Dit is zo random. Dit is zo random. Ik kan niet meer, jongen. Nur die, denen du dein Herz schenkst, können es brechen. Manchmal klingt Stille am lautesten. Ik weet niet wat voor grimmige Duitse propaganda ik nu door jullie speakers blaas. Ik vind het wel goed, want dit zijn dus waarschijnlijk meisjes die niet met hun hoofd op internet willen, omdat ze denken dat ik ga vieze dingen doen. En dan plakken ze mijn hoofd erop en kunnen ze toch dansen. Kijk, er is nu geen vieze fan die iets gaat doen, want die denkt, jezus, zit die lelijke rotkop van Koen eroverheen. Jezus, man, dit past niet. Oh, I see you. I see you. Oh, what the fuck, gozer. Yo, hallo, Jezus. Ik zeg niet vaak met een filter van mijn hoofd over jouw hoofd ga je erop vooruit. Maar voor deze gast maak ik graag een uitzondering. Hij lijkt een beetje... op JJ Boskin. Nee, sorry JJ. Wanneer JJ Boskin en QC een kind zouden krijgen. Hahaha.
Ik kan het niet meer aan. Ik hoop jullie genoten van mijn hoofd wat viral gaat in Rusland en in ja, India, Filipijnen, zoiets. Ik wel. Wil je een leuke video doen? Duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Ik zie jullie bij de volgende video. En ik ga nog even al die andere films kijken, want ik ben nog lang niet genoeg van mijn eigen gezicht. Bedankt voor het kijken. De groeten.